Deze week rijdt Angelique met haar busje rond in Winterswijk. Nee, Winterswijk. Welkom bij een goede buur. En vandaag ga ik op pad voor Hanneke en voor Sylvia. En die zoeken sportieve maatjes in de buurt. Ze wonen op een woongroep. En ze wonen in een pand en dat heet de Paperbus. Dat is nog iets wat anders dan een Volkswagenbus. Angelique begint met een bezoekje aan Sylvia. Niet bij Sylvia thuis, maar in het zwembad in Aalten. Het gaat dus om Sylvia en ze houdt van water en daar heeft haar vragen ook mee te maken. Sylvia! Hoi. Hoi. Jij bent het, hè? Ja. Zo, Sylvia, lekker aan het zwemmen? Ja. Maar wel in je eentje. Ja. Dat is niet de bedoeling. Nee. Vertel eens. Wat zoek jij? Ik eigenlijk iemand wil graag met mij leuke dingen gaan doen zwemmen. Ik of drinken een keer of zo. Dus jij zoekt iemand om samen gezellig in het bad een beetje baantjes te trekken, ja. Maar ook wel een beetje voor het kleppen? Ja, ook een beetje. Ja? Wat voor type zoek jij? Ja, een leuke, een spontane. Heb je het al aan mensen gevraagd? Nee, eigenlijk niet. En waarom niet? Ja. Waarom niet? Ik heb wel contact met de buurt, een heel klein beetje, maar zo erg contact heb ik niet eigenlijk. Oké. En moet het een man of een vrouw zijn? Een jongen. Mag ook. Oh, een liefste jongen? Ja, mag ook. Maar zoek je dan niet eigenlijk gewoon een leuk vriendje? Nee. Echt niet? Nee. Wil je geen vriendje? Ik heb eerder wel verkering gehad, maar dat is toen uitgegaan. Ah. En ik ga op zoek. Ja. Want in je eentje zwemmen is ook maar zo alleen, hè? Ja. Ja. Dames, mag ik een vraag? Een vrijwilliger, maatje-achtig. Ja, hartstikke leuk, maar ik werk nog volop. Ik heb net helemaal geen tijd. Ja, jammer hoor. Ik heb weinig tijd om te zwemmen, het is dat ik vakantie heb. Ja, wij komen ook niet hier uit Winterswijk. Dus jullie wonen in Meddel of zo? Nee, het is gewoon een buurtschapje 2 kilometer vandaan. Ja. Elke woensdagmorgen zijn er een heleboel dames. Zouden ze mogen aansluiten? Denk ik wel. Ja, ik ben er niet, maar... En hoe laat is dat? 9 uur beginnen ze meestal. Nou, woensdagochtend. Ga ik even uitzoeken. Ja? Ja. Nou, dit is dus de Paperbus. Sylvia woont samen met Hanneke in een woongroep. En naast gezamenlijke ruimtes heeft Hanneke daar haar eigen appartement. Oh. Nou, welkom in mijn huis. Het is gewoon een heel huis. Ja. Hanneke, je hebt gewoon een huis. Met een keuken. Ja, alles erop en erin. En kook je dan ook zelf? Alleen in het weekend. Maar dat doe je wel? Ja. En wat voor dingen maak je? Wisselend. Maar net wat ik zin heb. Maar je kan gewoon goed koken. Wat leuk. En wie is dit dan? Mijn konijn. Oh, wat een schatje. Tenminste, dat zeg ik. Maar is die ook lief? Een beetje bang, maar verder... Ja? Wat een mooie. Hallo. Hoe heet die? Karen. Oh, dag Snoopy. Kom eens. Kom maar, ik doe jou niks. Wat mooi. En zit je hier nou vaak of niet op je kamer? Of zit je meestal in de woonkamer? Wisselt. Waarom woon jij hier, Hanneke? Waarom woon je in deze woongroep? Ik denk dat het voor mij anders niet veilig zou zijn als ik anders over zou wonen. Hoe is het contact met de andere bewoners? Tussen jou en de anderen? Een aantal ken ik al. Mm-hmm. En de mensen die ik nog niet ken, gaat goed. Ja? Word je dan echt vrienden of woon je gewoon in hetzelfde huis?
Nee, met eentje ben ik al vriendschap aan het opbouwen. En met één ben ik pas begonnen. Oké. Okay. Dus. Van alles hangen, ook leuk. Mooie foto's. En dit dan? Wie is dit? En dat is meetboer nog van uit Groenlo nog. Oké, okay, vanuit het vorige huis. Ja. En wat hangt hier dan? Wat is dit? Ik heb dierenverzorging gedaan. Een diploma? Die voor 2, maar die heb ik gehaald. Ik was er graag in verder gegaan, maar dan heb ze hem afgedaan. Waarom? Omdat ze bang waren dat ik op de helft van die opleiding zou zijn gestapt. Dus nou, deze ging nog goed, ja? Maar als ik niveau 3 zou doen, was het te moeilijk voor. Was het moeilijk geworden? En hoe is dat voor jou, dat je dat dan hoort? Nou, ze zijn eerlijk. Mm-hmm. Daar ben ik wel, op dat moment wel blij mee. Mm-hmm. Wel jammer dat ik niet verder kan. Ja, dat had je wel graag gewild. En wat doe jij nu ook iets met dieren dan, behalve dat je ze zelf hebt? Een halve dag in het dierenasiel. Wat gek. En wat doe je daar dan? En de hakken schoonmaken. Mm-hmm. Ik mag medicijnen geven aan de katten. Zo? Ja. Dat is een pittig klusje. Er zitten ook pittige katjes bij, denk ik, of niet? Ja. Hoe zien jouw armen eruit? Nou, armen niets, maar... Oh, je handen zijn wel een beetje gehavend hier en daar. Dat is van die agressieve... Ja. Ja? En ben je niet bang? Nee. Nee? Heb je nog dingen die je me wil laten zien hier? Dit is het in het rood. Dit ben jij en wie is dat? Wat Je hebt een kettinkje om, laat eens kijken. Je hebt een heel lief kettinkje om. En waar is dit dan? In Afrika? Ja, Gambia. En toen heb je... En dit is een meisje en die heet? Nima. En Nima ben je daar tegengekomen? En toen? Ja, ik zou van mezelf uit nooit kinderen kunnen, ja, wel kunnen krijgen, maar niet verstandig. Dus toen heb ik aan mijn moeder gevraagd of ik het op deze manier mocht doen. En wat is op deze manier? Want dit is dus een soort van adoptieachtig? Ja. Zij woont daar, jij woont hier. Dan. Maar wat doe je voor haar? Ik betaal schoolgeld voor haar. Dus dan ze mij als ik naar school toe. Wat een cadeau ben je. Ja. Maar jij zegt, kinderen krijgen, dat is niet verstandig. Waarom is dat niet verstandig? Ik heb het wel eens met mijn moeder over gehad. Mm-hmm. Ze zegt dat ik prima om kan gaan met baby's en peuters, kleuters. Mm-hmm. Maar naarmate tieners zou worden, is ze bang dat ze op mee gaan lopen. Dat ze mij de baas worden. Dat ze de baas over jou worden. Ja. Het is wel super lief, ja, dat jij dat doet. En heb je dan ook contact met haar wel? Ik bedoel, schrijven of bellen? Of... Ik kan ze bellen. Je verandert gewoon het leven van een meisje aan de andere kant van de wereld. Dat doe jij. Nou zijn we hier met het programma, hè? Goeie Buur. Ik ga de buren wat vragen. Wat zou jij leuk vinden om met een buurman of een buurvrouw te gaan doen? Wandelen wel, winkelen, ergens iets lunchen, okay. Zwemmen hou ik wel van. Dus sportieve dames hier in huis. Ja. Sylvia wil zwemmen, jij wandelen en wij gaan het regelen. Ja? Oké. Okay. Tot later. Deal. Hanneke, Sylvia, 2 mensen. Hallo. Mag ik een vraagje stellen? Niet aan u? Hij wijst gewoon naar jou. Jij moet. Zij willen graag mensen uit de buurt leren kennen ook. Oh. Zou dat wat voor u zijn om een keer kennis te komen maken? Namelijk aanstaande vrijdag om 4:00, 5:00. Om af en toe gezellig mee te kunnen gaan zwemmen. Ik werk nog volledig. S'avonds, keer in het weekend, een keertje? Een keertje. Nou nee, ik ben eigenlijk echt heel druk. En dus kleinkinderen verder weg zitten, dus ja, daar wil ik ook naartoe. Geen tijd. Zij zoekt namelijk iemand om een keertje mee te gaan zwemmen. Ah, ja, maar ik werk zelf al in de zorg met verstandige gehandicapten. Dus... Je denkt, nee, dan ga ik in mijn vrije tijd niet ook nog eens aan beginnen. Zij zoekt iemand om af en toe een keer mee te wandelen. Ja. En zij zoekt iemand om af en toe een keer mee te zwemmen. Oké. Okay. Zou je genegen zijn om met één van beiden of... Oh, dat wil ik best doen. Ja? Ja. Joehoe! Jawoe! Joehoe! Hi! Lekker ding. Lekker ding, zegt hij. Zijn jullie een beetje sportief types? Nee. Nee, niet meer. Niet meer, joh. Wat niet meer? 74, joh. Nou, ben je toen een hartstikke kwiek in... Ja, vind ik wel, maar wanneer het loopt. Een beetje wandelen dan? Nou, heel ietsje, nou. Ja?
Zij zoekt een, iemand om af en toe een stukje mee te wandelen met een groepje. Ja, prima. Serieus? Ja. Nou, wat leuk. Ja, dat is Geesje. Die kan ik wel proberen. Ja, Geesje wel. Nou, dat ga ik. Geesje. Is die sportief? Ja. Je woont een heel sportief mens, schijnt. Dat is handig. Nou, gaan we, hè? Ze heet Geesje, hoorde ik van de buren. Hallo. Dag, u bent Geesje? Ik ben Geesje. Ik hoor van de overburen dat u heel sportief bent, klopt dat? Nou, het ligt eraan hoor, het is maar hoe je het bekijkt. En zou u genegen zijn om met mensen die dat wel zijn af en toe wat leuks te doen? Ligt eraan wat? Mag ik even binnenkomen? Het is heel koud. Ja, mag ik. Hoi, Antjeniek. Ik ben Geesje. Hoi. Kom erin. Nou, gezellig. Nou, fijn dat ik binnen mag komen. Ja, hè? Ja, en een kopje koffie ook nog. Ja, maar dat koffie hoort erbij, toch? Dit zijn de hoofdpersonen van deze uitzending. Ja. Zij wil heel graag wandelen met nog een aantal van de bewoners daar. Zou je genegen zijn om dat te doen? Ja hoor, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Wat fijn. Ja, ja. Want ik ben een wandelaarster. Ik hou van wandelen, ik hou van de natuur. Ja. En wat moet er dan zijn voor contact met iemand waar je dat mee zou doen? Nou, je moet gewoon spontaan met elkaar kunnen omgaan. En ik vind dat voor mij belangrijk, maar ik vind dat nog belangrijker voor hun. Ja. Aangezien ik nogal een flapuit ben. Ja. Dus nog wel eens dingen kan zeggen die niet altijd even aardig kunnen overkomen misschien. En ik wil dat voorkomen. Ik wil dat niet, want dat is helemaal de intentie niet. Het is vooral om hun te beschermen, zeg maar. Om te kijken van welk niveau heb je mee te maken en kan ik mezelf zijn. Precies. Zonder dat ik hun kwets. Precies. Maar je bent wel iemand die dus vrijwilligerswerk doet. Ja. Ja, ik doe behoorlijk veel vrijwilligerswerk. Daar waar nodig is, daar ben ik. En waarom? Omdat ik 1,5 jaar geleden heel spijtig genoeg mijn baan ben kwijtgeraakt. Als dat wegvalt en je moet de hele dagen thuis zitten en je krijgt geen hulp met het zoeken van een nieuwe baan en je hebt de leeftijd niet mee en je hebt ook nog eens een keer een beperking, dan, dan kun je kiezen of vrijwilligerswerk doen of hele dagen thuis zitten. Wat heb jij voor beperking? Ik heb een oogziekte. Ik heb bijvoorbeeld geen diepte en ik stoot me overal aan daardoor. Jij ziet niet hoe ver jouw koffie van jou vandaan is. Nee, klopt. Maar en als je dan gaat wandelen, even heel praktisch, loop je dan tegen lantaarnpalen aan? Nou, soms wel, ja. Of tegen de stoeprand. Maar ik heb dit al 30 jaar, dus je went er ook wel een beetje aan. Je kunt daar zien dat mijn ogen bol worden. Ja. Je krijgt echt van die hele, hele grote, bolle ogen. Dat is echt heel erg hoor. Je zei van, ik wil wel vrijwilligerswerk doen. En ook wel met deze doelgroep, om het maar zo even plat te zeggen. Ja. Wat is jouw ervaring met verstandelijk beperkte of lichamelijk beperkte mensen? Nou, ik kom zelf uit een gezin van 11 kinderen. Waarvan de derde, een oudere broer, heeft een geestelijke beperking, verstandelijke beperking. Ja. En ik ben niet echt met hem opgegroeid. Hoe kwam het dat jullie niet samen opgroeiden? Ik had een ernstig zieke moeder. Die is jong overleden. Mm. Wij zijn toen ik 11 jaar was, ik was net 2 dagen 11, zijn we uit huis gehaald met 7 kinderen. En door de ziekte van mijn moeder zijn opgegroeid in kinderthuizen. Mm. Op het moment dat mijn moeder overleed, toen was ik 14. Toen heeft dat zo'n invloed gehad dat ik daar zelf, ik ben daardoor meer aan het puberen gegaan, anders aan het puberen gegaan dan dat normaal waarschijnlijk gebeurd zou zijn. Dat is mijn moeder. Oh ja? Dat is haar moeder. Ik was zo opstandig dat ik daarna in Rekken ben terechtgekomen. Rekken heeft een hele bittere nasmaak. Vooral hier in Winterswijk heb ik dat heel erg ervaren. Terwijl daar de vergissing meegemaakt wordt dat daar verschillende afdelingen zijn. Mm-hmm. En ik zat gewoon in het kinderthuis. Ja. En in het kinderthuis, op de meisjesafdeling, daar zaten meisjes die gewoon op wat voor manier dan ook stuk gelopen zijn. Ja. In hun leven, wat de reden dan ook was. Ja. Maar we werden er wel heel erg op afgerekend. Je had een soort stigma, omdat je in Rekken had gezeten. Absoluut. Ja. Ik vind het geen schande. Nee. En dat niet alleen, ik heb het er heel goed gehad. In de tehuis waar je gewoond hebt? Zeker weten. Ja. Het heeft mij wel gevormd tot wie ik nu ben. Ja. En wat heeft het je gebracht dan? Een heleboel. Ik ben iemand die heel goed met beide benen op de grond staat en die heel goed weet wat ze wil. You know the landlord that rings my front doorbell.
Sylvia werkt in de cadeauwinkel in het centrum van Winterswijk. Daar maakt en verkoopt ze, samen met haar collega's, van die leuke, ja, happy dingetjes. Wat een leuk winkeltje weer. Ja, ja, ja. Wat hier ben jij nou heel trots op? Wat heb je zelf gemaakt? Deze tas ben ik trots op. Dat maak je zelf? Ja, tassen breien wij. En tassen maken wij zelf. En wat wordt verkocht. Ja. Met wat voor mensen werk jij hier? Ik werk met heel veel collega's hier. Allemaal echt collega's. Heel veel. En begeleiders. Ja. Oké. Okay. En waar moet je dan bij begeleid worden? Waar heb jij begeleiding bij nodig? Bij de kassa en bij de computer wel eens. En thuis heb je ook begeleiding, of niet? Ja, thuis heb ik ook begeleiding. En wat kun jij niet dan? Ja, met sommige dingen dat ik... ik zei laatst bij iemand, ik word soms niet serieus genomen. En bij sommige mensen valt dat echt op. Mm-hmm. En dan proberen ze dat uit met mij. Okay. Maar ondertussen denken ze niet na van, nee, Sylvia kan dat niet. Nee, nee. En dat is ook... Ja. Want dat is best lastig natuurlijk, want je wil heel graag serieus genomen worden. Ja, ja, ja. Maar er zijn ook dingen die je niet kunt. En daar heb je dan weer hulp bij nodig. En dat vind ik eigenlijk een beetje jammer van mezelf. Vind je het jammer van jezelf? Ja, een beetje wel, ja. En wat vind je dan jammer? Leg eens uit. Nou, dat ik geen boek kan lezen of zelf iemand een brief kan schrijven. Of... Als je nou... naar de wijk kijkt, hè, waar je woont. Ja. Hoe vind je dat mensen over het algemeen met jou omgaan? Nou, sommige jongelui, als we een groepje bij elkaar zijn, dan zitten ze wel eens toe te doen van, nee, een helemaal roodje en, nou ja, allemaal rare woorden en zo. Gaan ze je uitschelden? Ja, en ik denk dat dat ook meer te maken heeft dat mensen dat... ons misschien een beetje vreemd vinden of zo, of qua uiting of qua, hoe moet ik het zeggen, als ik mensen aan wil spreken, dan zeg ik altijd, kijk eerst de kat uit de boom, omdat mensen dan, ja, dan denk ik van, oh, ik moet heel voorzichtig zijn met wat ik zeg soms. En dan, ja, dan heb ik soms het gevoel van, oké, prima, ik heb het al gemerkt. Jullie vinden mij niet leuk, nou, dan loop ik maar weg. Maar dat is hartstikke verdrietig. Ja. Toch? Ja, soms gebeurt het wel eens. Super bedankt. Prachtig gedaan. Veel plezier. Dankjewel, dat gaat wel lukken. Dag. Succes met alles. Ja, dank. Hoe groot was het gezin waar je uitkwam bijvoorbeeld? Ja, heel groot. Ja? Ja. Hoeveel broers en zussen? 6 zussen en 1 broer. En een papa en mama die in Winterswijk woonden? Die zijn overleden. Die zijn toen. Er niet meer? Nee. 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 En wat deden jouw ouders voor werk? Bloemenzaak. Dus die waren ondernemer hier in het centrum van Winterswijk? Ja. En nou sta jij in de winkel? Ja. Dat is mooi. Ja. 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 En dan heb je veel contact met je familie nog, met je broers en zussen? Ja, ja, ja. Ja? Dat is wel fijn. Ja. Maar je vindt het heel moeilijk dat je ouders er niet meer zijn, hè? Ja, soms wel, ja. Ja. Soms, dan heb je van die dagen en dan zet ik vrolijke muziek op. Of soms zit ik bij de begeleider en dan zien ze gewoon dat ik af en toe verdrietig ben. Ja. Hoe merken ze dat aan jou als jij verdrietig bent? Nou, dan meestal ga ik dan op mijn kamer zitten of... Dan denk ik, oh, ik red het zelf wel, maar soms zit ik mij in een hoekje en dan denk ik van, komt vanzelf wel, maar dat is niet zo. Ook hier proberen ze me altijd op te peppen van, kom even, even iets leuks gaan doen. En dan ben ik ook bezig, dan ben ik ook niet met mijn gedachten bij mijn ouders of bij wat anders. Maar zijn jouw ouders... heel belangrijk voor jou geweest in je leven. Ja, ik heb bij mijn ouders wel gewoond een tijdje. Maar het kwam dus door die meneer waar ik vanochtend over had. Dat die meneer zei, ja, het is het beste voor haar om
daarheen te gaan. Ja, een instelling. Ja, ja. En dat was niet zo... Nee. Niet fijn. Nee. En je was nog een jong meisje? Ja, ik was nog een jong meisje, ja. En je wilde liefst thuis wonen natuurlijk. Ja. Ja. En, toen jij klein was, had je dan gehoopt dat je in zo'n mooi winkeltje zou werken als je later groot was? Nee. Nee, dat had ik eigenlijk niet verwacht. En waar droomde jij van als kind dan? Wat wilde je later worden? Ja, ook bloemenverkoopster. Ja? Ja. Hetzelfde als je ouders. Ja. Dat had je graag willen doen. Ja. En ben je daar nog mee bezig? Zou je dat willen? Nou, ik vind het hier veel prettiger om hier te werken. En weet je wat ik zie? Kijk dan. Ja. Ja. De bloemenverkoopster. Toch nog een beetje. En het kleurt nog heel mooi bij je, ja, bij je mooie kleren ook. Dag 2 van een goede buur. En vandaag zal blijken hoeveel mensen erop afkomen. Op de sportieve wensen van Sylvia en van Hanneke natuurlijk. Voor het zwemmen en het wandelen. Ja, heel spannend, maar er moet nog wel even wat geregeld worden. Het zou leuk zijn als ze nog wat cadeautjes krijgen. Misschien een zwemkaart of zo. De griffé de croc, tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort. Zo. Eens even kijken wat ik hier kan aftroggelen. Goedemorgen. Hoi. Hoi, goedemorgen. Hey. Ik was hier van de week ook. Met Sylvia. Ja, die heb ik gezien. Ja, en bij dit programma probeer ik dan ook altijd even iets te ritselen, zou ik maar zeggen. Dan moet er wat gratis. Ja, zwemmen. Ja, ik wil dan een kaart cadeau geven, een 12 badenkaart. Nou, top. Ja? En dan gaat ze ook nog met iemand samen zwemmen. Zou ik er dan ook nog 2 mogen vragen? Die vraagt wel veel, maar dat doen we wel. En dan mogen ze 12 keer zwemmen. Kunnen ze 12 keer zwemmen. Ik ben helemaal blij. Dank je wel. Helemaal te gek. Gaat ze en dan hopen we dat Sylvia gauw weer zien. Ja, nou, dat denk ik wel. Bakker. Hallo. En dan hebben we lekker een kopje koffie, kopje thee. Maar dan zou het zo leuk zijn als we daar wat cake bij zouden hebben. Ik kan wel 2 van die kwarkstollen aansnijden. Mag je dat? Echt waar? Super lief. Heb ik meteen nog een brutale vraag. Bent u sportief? Nee, helemaal niet. Houden jullie van zwemmen eigenlijk? Nee. Ja, ja, ik wel. Ja. Kom eens, ja? Ja. Kijk, dit is Sylvia. Okay. En die zoekt een zwemmaatje. Is dat leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ja? Ja, absoluut. Ik hou van zwemmen en ik volg nu ook een opleiding voor persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg. Dat meen je? Ja, en het lijkt me heel leuk om met Sylvia te gaan zwemmen. Nee! Ja, lijkt me leuk. Nou, fantastisch. Ja. Nou, helemaal te gek. Succes met je opleiding dan. Dankjewel, komt goed. En fijn dat je het wilt doen. Ja. En werk ze ja, in deze lekkere winkel. Zo. En nou nog even wat sportiefs of zo, hè? En dan leek het ons leuk als jullie hun een klein beetje zouden verwennen met een paar sportieve frutsels. Leuke dingetjes. Ja, zou je mee willen doen? Natuurlijk wil je mee doen. Het is vooral wandel gebeuren. Ze heeft al een heel mooi badpak, dus dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Nee. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Succes ermee. Tot ziens. Oké, tot ziens. Dag. Zit heerlijk. Jongen, jongen. Oh, wat zullen ze blij zijn. Zal ik ook even wat op een bordje doen, dit? Hebben we van de bakker gekregen, dit? Wil je voorzichtig, moet ik het doen? Kom maar. Ja, maar niet. Mag bij. Ja, de groep is druk bezig met de hapjes. Helemaal top. Want de eerste buren staan voor de deur. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Allemaal vrouwen, kom erin. Dank u. Wat fijn, ja, het is heel koud. Mooi. Ik ben blij dat we welkom. Hallo. Welkom, welkom, wat leuk. Nou, loop door naar binnen, ze zijn allemaal druk bezig. Oh, wat leuk. Allemaal sportieve vrouwen dit, hè? Ja. Nou ja. Nou ja. Hallo, Andy. Wat is dit? Wat een verrassing dat je hier bent.
Oh, niet huilen, mijn schatje. Ja, huilen. Dat is blijdschap, dat is blijdschap. Hoop ik toch, hè? Ja, wat een verrassing. Wacht even, leg eens uit. Je kent haar. Ja. Waarvan? Ik ken haar van... Zij heeft vroeger als zo gulp bij mijn moeder geholpen met koken en nu, boodschappen. En nu kom je je aanmelden om af en toe het leukste te doen. Ja, dezelfde bedoeling. Nou, volgens mij ben je helemaal happy. Ja, hè. Ik ben heel graag. Ja. Maar er zijn er nog meer, hè? Kijk. Hallo. Hallo. Alles goed? Ja. Vind je het leuk? Ja. Kan ik zien. Ja. Leuk, hoor. Ja. Geweldig. Wil jij wat inschenken voor Geesje? Ik wil jullie even voorstellen aan nog twee lieve dames. Hallo. Hoe heet u? Ik ben Gerda. Gerda. Dit is Gerda. Hallo. Vieze handen. Hallo. Hanneke. Hallo. Ja, mevrouw. Ja. Marianne. Dames en heren, mag ik even een heel hard applaus voor deze vier vrijwilligers die er al zijn. Uit de buurt. En dan heb ik nog een kleine verrassing, want ik heb jullie net gevraagd, houden jullie van zwemmen? Nou, nee. Ja, lekker dan. Sylvia wilde namelijk zwemmen. Hè? Maar nou hebben we in het dorp, bij de bakker waar dat heerlijke kwarkbrood van is, Corine gevonden. Wat vind je van Corine? Nee, ik ken haar niet. Je kent haar niet? Ik denk, oh nee, ik vind haar niet leuk, dacht ik, ga je zeggen. Maar dat is gelukkig niet zo. Nee, ik ken haar. Nou, Corine heeft gezegd, ik vind het hartstikke leuk om met Sylvia te gaan zwemmen. En Corine heeft nog een vriendin die wil af en toe ook met jou zwemmen. Dus dat zijn twee mensen die met jou willen gaan zwemmen. En is er ook nog een hele leuke verrassing van het zwembad waar we jou hebben getroffen deze week. Want dit zijn namelijk twee kaarten waar je allebei, dus met haar, 12 keer gratis kan zwemmen. Snoepie, Sil. Hey, helemaal goed. Die geef ik aan jou en die ook. Dan kun je er vast een beetje bewonderen. Ben je blij? Ja, ik ben heel blij. Ja, je hebt iemand waar je lekker mee kan gaan zwemmen. Ja. Zelfs twee iemanden. Ja. Helemaal goed, hè? Ja. Ja. En dan zitten we allemaal lekkere dingen te eten. Maar ik dacht, misschien moeten we ook even een beetje bewegen. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Ja? Ja. Goed idee? Dan moeten we even met z'n allen naar de hal, want daar staat iemand op ons te wachten. Ja. Kom, kom. Hallo. En wie was er de beste in het dansen? Ik. Hey, toppertje. Oké, nou, zin om te bewegen allemaal, hè? Ja. Ja, dat is fijn, want dit is Tessa. Heel sportief zie jij eruit. Yes. Dus we gaan bewegen. Nou staan ze heel erg op een kleutje. Dat is niet zo verstandig, denk ik. Het is niet heel handig met dansen. Dus zou je graag met z'n tweeën wil dansen? Ja, dat kan ook. Helemaal niet moeilijk. Doe gewoon wat je kan, ja? Kan makkelijk. Doe maar. Nou, muziek. We gaan als eerste even de heupen losgooien. Nou. Joehoe! Ja, oké. Okay. Wat is NN? Je doet het voor jezelf, hoor. Ja. Dus ook wel een deel voor jezelf. En wat krijg je dan voor jezelf? Gezelligheid, ook aandacht. Prettig. En zie je andere mensen. Ja. Ja, ik vind dat wel belangrijk. Maar vroeger was u dus drukker en nu rustiger. Waar ligt dat aan, dat verschil? Ik ben gestopt met werken met 60. Wat deed u voor werk? Ik was ook in de zorg. Okay. En verzorgde mensen, ook oude mensen. Nou, die gaat altijd op een gegeven moment toch dood en dan houdt het op. Ja. En dan is het heel leuk thuis. En de eerste maand is het leuk. De tweede maand. En dan denk je, nou is het niet meer leuk. Nou ga ik me vervelen. En met mensen werken, daar gaat het om. Mensen, ja. En mensen die je nodig hebt. Ja. Daar gaat het. Ja. Maar dat vind ik erg leuk. Waar je iets voor kan betekenen. Nou, ja, maar dat is over en weer, hoor. En u had het eerder ook drukker en nu ook niet. Hoe zit dat dan? Nou, ik ben van beroep uit de kapster. Ah, oké. Gedaan. Ja. Ik heb in de bloemen gezeten. Nou. En nu ben ik thuis. Jongens, jullie zien de binnenkant allemaal helemaal keurig gekapte uit. Wat zullen we doen met je haar? Weet ik niet. Wat zullen we doen? Weet ik
Een kleurtje? Ja. Permanent? Kan je dat? Ja. Watergoed? Ja? Nou. Nah. Voor je verjaardag? Ja. Nou, 5 maart. En welke kleur zullen we erin gooien dan? Mooi haar. Mooi haar. Ja. Wat wil je? Rood, groen, blauw? Zeg het maar. Blond. Blond. Ja, goed hoor. Oké. Mag ik een heel hard applaus voor Tessa, jongens? Hey, en even voor de duidelijkheid, het is dus gelukt, hè? Er zijn vrijwilligers om te wandelen. Er zijn vrijwilligers om te zwemmen. Helemaal fijn, toch? Ja. Je hebt een zwemkaart. Ja. We hebben nog een klein cadeautje voor jullie. Oh. Die is van jou. Met wandelsokken erin. Een speciale blauwe voor het zwembad. Dankjewel. Oh, mijn lief, ik heb nog goed. Is dit een beetje wat jullie hadden gehoopt? Ik wist niet wat ik moest verwachten, eerlijk gezegd. Nee, ik eigenlijk ook niet. Ik weet het elke week niet. Nee. Maar het komt dan toch weer goed, hè? Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik vond het heel gezellig met jullie. Dankjewel, meiden. En tot volgende week. Dag. Dag. Goed gedaan. Dank jullie wel voor de gastvrijheid.